De regering Santokki-Brunswijk verwacht in de komende 3 maanden een ondersteuningsprogramma van het IMF. Gezien er reeds gesprekken gaande zijn met de organisatie, heeft president Chandrika Prasad Santokki de overtuiging dat in de komende periode de regering niet alleen een staff-level agreement, ofwel een overeenkomst met de staf van het IMF, maar ook een board-level agreement, dus met het bestuur, zal overeenkomen. Suriname kan door samenwerking met buitenlandse organisaties uit de crisis geraken, zegt het staatshoofd. En dan gaat het om financiële middelen van IMF, maar ook financiële middelen van de World Bank en de Inter-American Development Bank. Waarbij we afgestapt zijn van de Standby Agreement en overgegaan zijn naar de Extended Financial Arrangement, welke meer ruimte geeft aan Suriname om financiële middelen te krijgen. Niet alleen voor de centrale bank, voor de versterking van de monetaire stabiliteit, maar ook om projecten uit te voeren en projecten te financieren. Zie daar de belangrijkheid, mijn mensen, van samenwerken met internationale instituten. En ik hoop dat men begrijpt, als u extra geld wil hebben in het land, dat u met internationale instituten moet samenwerken. En als jouw schuldeisers ook eisen van jou, dat namelijk als je een herschikking wil van de schulden met hun, en ook zij eisen, je moet met internationale instituten gaan samenwerken, dan moeten we dat ook doen, omdat wij ook nodig hebben voor die hervorming van die economie. De president benadrukt dat door de enorme schuld van 4 miljard Amerikaanse dollar de hervorming van de economie zal moeten plaatsvinden op basis van een strakke discipline. Hiervoor is er een goed herschikkingsplan nodig die binnen het herstelprogramma reeds is uitgewerkt voor de komende 10 jaren. Het is niet gebonden aan regeringstermijn. Het is regeertermijn overschrijdend. Tot 2035 kijken wij hoe dat probleem op te lossen. Dit is een erfenis wat we overgenomen hebben. En wij gaan als goede bestuurders verantwoordelijk om met het erfenis. Natuurlijk de personen die daarvoor verantwoordelijk zijn, die moeten voor het gerecht gebracht worden. En de rechterlijke macht is bezig. Gaat u maar naar de rechtszalen, dan volgt u al de zaken die onderzocht worden tegen personen die verantwoordelijk zijn voor die financiële chaos. President Chandrika Prasad Santokki gisteren in de congreshal tijdens een regeringspersconferentie. De regering Santokki-Brunswijk zit inmiddels 9 maanden aan.